Oké, okay, is natuurlijk een beetje gek, want het is een bitterzoete verjaardag. De coronapandemie is één jaar oud en een paar dagen. Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie corona tot pandemie. Dat het ook economisch een ramp is, dat weten we inmiddels, Vraag dat maar aan bijvoorbeeld restauranthouders. Maar wat kunnen nou de gevolgen zijn van zo'n pandemie op de lange termijn? Bijvoorbeeld voor inkomens, onderwijs en gezondheid. En wat betekent het als je als land niet genoeg geld hebt en achteraan in de rij moet staan bij het kopen van vaccins? Wat doet zo'n pandemie bijvoorbeeld voor de ongelijkheid? Persbureau Bloomberg spreekt zelfs van een devastating inequality, een verwoestende ongelijkheid. En dan gaat het over inkomen, geslacht, beroep en ook nationaliteit. Kijk je naar de werkloosheid in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dan krijg je het volgende beeld. In februari 2020 lag de werkloosheid onder de witte bevolking op 3%. Voor mensen met een Spaanse achtergrond op 4,5% en voor Zwarte Amerikanen op 6%. Nu, een jaar later, zijn die cijfers omhoog geschoten. En vooral gekleurde Amerikanen komen er slecht vanaf. Het World Economic Forum doet hier onderzoek naar en constateert dat degenen die het meest lijden onder deze pandemie vrouwen, armen ouderen, gehandicapten en migranten zijn. De gevolgen zijn zelfs te merken bij nieuwe generaties. Volgens het World Economic Forum zijn er vier mechanismen die ongelijkheid vergroten. Ten eerste, mensen met een hoger salaris zijn vaker degene die meer mogelijkheden hebben om thuis te werken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld lager opgeleide mensen. Een groot deel van de mensen met een relatief lager salaris heeft een grotere kans om in aanmerking te komen met iemand die besmet is. Denk bijvoorbeeld aan agenten of verpleegkundigen. En tot slot wordt de ongelijkheid tussen landen ook nog eens vergroot, doordat niet alle landen in staat zijn om grote reddingspakketten op te tuigen voor bedrijven en voor de bevolking. Kijk je naar de allerarmsten, dan is dit het beeld volgens de Wereldbank. Door de pandemie daalt het aantal armen in de wereld niet meer, maar stijgt die juist fors. Een groot deel van die mensen heeft niet meer te besteden dan 1,90 dollar per dag. Kijk je dan juist naar de allerrijkste, dan is de pandemie een zegen geweest voor de rijkste beleggers, zegt het World Economic Forum. Het vermogen van de rijkste mensen ter wereld is alleen maar toegenomen. Dat vermogen van die mensen dit wordt, wordt nu geschat, althans de stijging daarvan. Op 637 miljard dollar. Terwijl er op het hoogtepunt van de crisis in de Verenigde Staten alleen al 44 miljoen mensen hun baan verloren. Vond je dit een zinvol verhaal? Download dan nu. De RTL Nieuws App. Onder het kopje Economie houden we je op de hoogte van al het nieuws en alle achtergronden die voor jou relevant zijn.